Breda Nu. De opnames van deze aflevering vonden plaats kort voor het losbarsten van de coronacrisis. Alle evenementen werden afgelast. In Breda en in de omgeving van Breda en natuurlijk in het hele land. We hopen natuurlijk met z'n allen dat we binnenkort weer verder kunnen gaan met waar we zijn gebleven. En we kunnen genieten van alle evenementen in en rond Breda. We zijn hier bij de gemeenteraad van Breda en vandaag is een heel belangrijk onderwerp en er zijn veel leden op afgekomen. Het is het evenementenbeleid, komt aan de orde en straks komen een aantal sprekers hier naar voren, dus we gaan er een paar interviewen. Mevrouw Koolmans, u bent bestuurslid van Stichting Ondernemersfonds Breda. En zojuist heeft u zich eigenlijk vrij positief uitgelaten over het ondernemingsbeleid van de gemeente Breda. Maar u zei, er zijn wel een aantal dingetjes. En ik zou eigenlijk graag willen weten, wat zijn die dingetjes? Nou, voor de ondernemers is dit eigenlijk de Nota 2.0. Hè? Die is een stuk beter dan de eerste. We hebben daar ook veel aan mogen doen. We zijn goed uitgenodigd. Alleen voor een aantal ondernemers is het sluitingstijd een dingetje. En dat is dat er maar 5 dagen zijn waarop na 11 nog iets mag gebeuren. En wat zou u daarin veranderd willen hebben dan? Hoe zou u dat zien? De mogelijkheid om ook tot 1 uur hetzij met gereduceerde decibellen toch te kunnen ondernemen. En ook handhaving, dat wilt u ook graag anders zien? Alles staat en valt bij handhaving. Dus meer handhavers? Ja, er zijn toch altijd ondernemers, gasten, mensen die de randjes opzoeken. En als we dat nou goed handhaven en de afspraken die we samen gemaakt hebben allemaal opvolgen, dan werkt het beleid ook. Er is natuurlijk nog commotie in de wijk Ginneken omdat er nogal petities zijn getekend. Of 1 petitie met wat mensen die tegen het geluidsoverlast zijn. En kunt u wat meer over vertellen? Want eigenlijk zijn het, zegt u maar 67 stemmen. Of hoeveel stemmen zijn het? Ja, dat klopt. Er zijn 67 mensen die een handtekening gezet hebben. Dat is, als je kijkt naar een wijk met 3500 adressen, natuurlijk heel weinig. Die een bepaalde vorm van overlast ervaren van de braderie. Dat begrijp ik ook. Als je een braderie organiseert, dan kun je je auto niet voor je huis kwijt. Dan kun je een fiets tegen je voordeur aan vinden. Je kunt last hebben van het geluid, maar het is wel 5 dagen per jaar. Het is niet elk weekend feest. Dus eigenlijk van de 365 dagen hebben we het hier over 5 dagen per jaar. Ja, precies. En daar kun je dan heel veel last van hebben en heel erg tegen agenderen. Vanavond is wel gebleken dat we hier vanuit Ginneken met een grote opkomst zijn gekomen om in te spreken richting de raad ook. Om ze te laten zien dat een geluid van een wijkraad uit een wijk niet altijd de vertegenwoordiging is van een wijk. En er mag best wel wat meer geluisterd worden, ook naar festivalorganisatoren of ondernemers of in een binnenstad. Wordt daar niet genoeg naar geluisterd? Nou, het is kennelijk een beetje zo, dat is een beetje iets nieuws denk ik wat in Breda opkomt. Is dat als je het ergens mee oneens bent en je bent in de minderheid, dan mag de meerderheid achter jou aan gaan lopen om het jou zo plezierlijk mogelijk te maken. Maar je kunt als gemeente ook zeggen van joh, luister, er is een bepaalde mate van overlast, dus deal with it. Je krijgt voor 1 oktober krijg je een hele lijst met data van evenementen. De mensen die er last van hebben, zonder te discrimineren, zijn maar veelal ouderen. Die kunnen hun vakantie prima aanpassen op de kalender die ze krijgen. Of ze gaan er gewoon lekker een biertje drinken als er wat georganiseerd wordt. Er zijn toch wat vraagtekens of er zijn dingen die u eigenlijk heel graag anders zou willen zien. Wat is dat? Nou, ik ben heel erg tevreden over hoe het nu gaat. Inderdaad, wij zijn hier bijna 2 jaar geleden komen wonen en toen hebben wij wel wat aangetroffen en dat is met name geweest het wildplassen heel erg. En eigenlijk tot wel frustrering toe dat de politie daar aanwezig was en niets deed. Wij vroegen waarom kunnen jullie niet ingrijpen en omdat het festivalterrein is. En mag de politie dan niks doen of waarom? Blijkbaar niet. Nee, dan mogen zij niet. Dan is het festival, dus de organisatie, verantwoordelijk voor wat er op dat terrein gebeurt. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie en niet bij de politie?
ja, zo wordt dat geschetst. Nou ja, dat staat op dat moment heel erg raar, want zij staan toe te kijken naar achter plassende mannen tegen een muurtje. Dus wij zijn daar samen met de horeca eigenlijk over in gesprek gegaan hoe we dat anders kunnen doen. En dat is dit jaar heel erg goed gegaan. En wat is daar uitgekomen? Wat vindt de horeca ervan? Of wat kan er gedaan worden om dit soort dingen tegen te gaan? Ja, nou in ieder geval voldoende plasgelegenheden. Hè? En we hebben het ook, ze hebben het afgezet. Er is bewaking bij? Ja, en dat is bekostigd door de horeca. Dus dat mijn complimenten daarvoor. En dit jaar is dat wel heel goed gegaan. Kijk, je hebt altijd mensen die wat willen en wat anders willen. En om maar even plat te zeggen, die wat te zeuren hebben. Want dan moeten we omlopen om naar huis te gaan. Ja, nou ja, het is het een of het ander. Of je portiekje voorgepist, of je maakt een ommetje en je bent weer een beetje nuchter tegen de tijd dat je thuis komt. Goed, dank u wel. Graag gedaan. Meneer Van Dijken, u bent de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda. U behartigt hier 460 leden in en rond Breda, zei u net. U zei ook van, er is een misvatting dat de horeca aan het harken is. Wat bedoelt u daarmee? Wat moeten we daar onder verstaan? Waar het om gaat is eigenlijk dat het belang van een evenement voor de horeca is steeds groter. En dat moet beseft worden. Er wordt heel makkelijk soms gesproken over, kan prima een evenementje minder. Of laten we het eerder laten stoppen. Of kleiner maken, minder geluid. Maar dat is allemaal in nadeel van een evenement. En dus uiteindelijk ook voor de horecaondernemer. En daar wordt soms te makkelijk overheen gestapt. En wat kan er dan beter op het gebied van evenementenbeleid? Nou ja, hetgeen wat nu beschreven is, is al een hele verbetering. Zoals? Voor degenen die nog niet precies weten wat er beschreven is. Nou, er zijn wat eindtijden aangepast op belangrijke evenementen. Onder andere voor de horeca, waar we heel blij mee zijn. Het gaat over een stukje geluid, waar heel veel discussie in is, wat ook een stukje is verbeterd. En dat geeft ons meer zekerheid als ondernemers. En dat is heel belangrijk, want daar kunnen we dus meer mee vooruitkijken. En weten we dus ook hoe we ons bedrijfsvoering kunnen doen in de toekomst. In mijn optiek zijn er heel weinig mensen tegen evenementen. En is het vooral een geluid van de wijkraad Stadshart, waar we net gehoord hebben dat er wel geteld 30 mensen gevraagd worden naar hun mening. Terwijl er 10.000 in de binnenstad wonen. En als we dat in perspectief plaatsen, volgens mij hebben we dat vanavond redelijk kunnen doen. Meneer Barendrecht, u bent coördinator van Natuurplein de Baronie. En u vertelde net dat u eigenlijk wel eens was met dat er evenementen zouden worden georganiseerd in het natuurterrein en natuurparken rondom de Gallische Meer. Maar dat u dan eigenlijk ook wel weer bezwaar heeft ingediend. Waarom? Kunt u mij wat meer vertellen hierover? Ja, dat hebben we in het verleden vaak gedaan, omdat we op zich akkoord waren dat er evenementen zouden komen, maar wel onder bepaalde voorwaarden. En een hele belangrijke was niet in het broedseizoen. En telkens hebben we gemerkt dat er toch weer evenementen in het broedseizoen werden georganiseerd. Dus... En wat is dan daaruit gekomen? Wat gaat er nu gebeuren? Nou, in het nieuwe evenementenbeleid is nou heel eenduidig vastgesteld in welke periode er inderdaad geen evenementen bij de Gallische Meer en de Asterplas kunnen plaatsvinden. En dus eigenlijk is nu de exacte data van het broedseizoen zijn vastgesteld. En daaromheen kunnen wel evenementen worden georganiseerd? Daaromheen wel, inderdaad. Ja. Ja. En ja, u was natuurlijk ook heel erg tegen alle ballonnen die ook tijdens zo'n festival de lucht ingaan en andere... Ja, dat was een puntje, omdat in de nota evenementenbeleid staat dat de gemeente het voornemen heeft om een verbod te gaan invoeren. En ja, ik heb opgeroepen van nou, ga dat gewoon nu doen. Want er zijn heel veel andere gemeenten om Breda heen die dat al lang hebben gedaan. Dus waarom Breda niet? Meneer Koenen, u bent oprichter van het Duikbootfestival. De organisator van een vrij groot festival hier in Breda. En dat wordt in het recreatiegebied in de Asserplassen gehouden. En er is nogal vrij veel commotie over hè, hier in Breda door de bewoners van de Asserplassen. Hoe bent u daar gekomen? Waarom hebben jullie dat besloten om dat daar te organiseren? Omdat we het een hele mooie plek vinden. Waarom bent u hier? Nou, wij hebben aanvankelijk gedacht, laat het dan eerst maar eens even op ons afkomen. We hebben al eerder zo'n ballonfiesta gehad. Wij wisten helemaal niet wat het Duikbotenfestival of Putsi Lounge, zoals dat dan heette, met zich bracht. Maar wat ik al zeg, ten eerste is de
de duur van het festival, niet maar één dag, maar het is 14 dagen, opbouw en afbraak, plus de overlast die daaruit voortvloeit. U heeft daar meneer Belderbos al iets over horen zeggen vandaag, die ook zei van je hoort constant buizen en vrachtwagentjes die op en neer rijden en zo'n spot die dan op het strand wordt geplaatst en die gewoon maar ineens in onze slaapkamer schijnt. Wij wonen pal aan de plas, er wordt dus niet, zit niks tussen. En ja, het is gewoon te veel. De bewoners van de omgeving van de Assenplassen hebben ook een rechtszaak gespannen tegen jullie. Ja. Omdat zij niet willen dat dat daar is. Er is nogal vrij veel overlast, vinden zij. Ja, dat vinden zij. Dat is een goed recht. En je hoort mij ook niet zeggen dat er geen overlast is. Ik denk dat je moet kijken naar hoe kan je overlast tot een minimum beperken. Het is een utopie om te zeggen dat er nooit geen overlast zal plaatsvinden. De gemeente regelt dat er maximaal 2 evenementen per jaar op de Assenplas mogen plaatsvinden. Daarnaast worden ons ook allerlei maatregelen opgelegd die wij moeten nakomen. En is dat makkelijk? Wat voor maatregelen zijn dat bijvoorbeeld? Is dat te doen met een groot festival? Makkelijk is het niet. Het is ingewikkelde materia. Je hebt het over ingewikkelde geluidssystemen en meetapparatuur waar we in moeten investeren. Het kost een hoop geld, maar als we dat moeten doen om het feest mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat het de overlast tot een minimum wordt beperkt, dan doen we dat. Als het een ander evenement zou zijn, noemen ze wel de Vereniging van Bijenhouders die daar op de Riedijk iets moois willen organiseren, heeft u van harte onze ondersteuning. En dat is, het kan dus wel. Alleen op... Het moet eigenlijk iets met natuur of in het kader van een omgeving waar u woont. Wat ik zei aan het eind van de vakantie, als daar een soort vakantie, 3 dagen feest wordt gehouden, prima. Daar hebben wij helemaal niks tegen. Want dat recreatiegebied, dat maakt onderdeel uit van ons plan. Daar hebben wij één gekocht. Maar... 100 decibel praten we over. Je sloffen schieten uit. De heer Brans, u bent van Breda gelijk. Wat kan volgens u nog beter? Wat moet Breda, wat moeten de wethouders doen? Wat moet de gemeente doen? Er gebeurt wel wat, maar men gaat uit van het principe van zelfregulering. De wethouder zegt tegen de evenementorganisatie dat ze contact met ons kunnen opnemen. Dat hebben 3 evenementorganisaties gedaan. Wat er in ieder geval gedaan moet worden, is dat in het evenementenbeleid richtlijnen staan en een definitie staan wat een toegankelijk evenement inhoudt. Iedereen zit maar gewoon een beetje te hobbyen en het resultaat is zo laag dat het voor de meeste mensen nog steeds totaal onmogelijk is om een evenement te bezoeken. Dus ik was een beetje boos vanavond en ik vertelde ook: jullie vragen om tijd, maar niet voor iedereen. Niet iedereen heeft zoveel tijd te geven. Voor iedereen is tijd iets anders. En dat moet de wethouder Daan Kwaars ook een keertje leren begrijpen. Wat mij wel opvalt is dat ik veelal mensen heb gehoord die dit beleid dusdanig afgehogen vinden dat ze er wel een compliment voor over hebben. Natuurlijk zijn er altijd mensen die daar in dat beleid, maar waar alles afgewogen wordt, nog altijd 1 of 2 of 3 dingen zeggen waarvan ze zeggen, ja, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is niet mijn belang. Dat werkt tegen me. En dat is ook terecht, want ik kan geen namens het college nota maken waarbij iedereen tevreden wordt. Evenementen is iets wat overlast geeft. En wat wij vooral aangeven is van oké, dat beseffen we ons. Wij willen ook een evenementenstad zijn. Dat ziet u ook vanavond. Hè. Dat wordt gewaardeerd door meer dan 800.000 bezoekers per jaar die gewoon een biertje komen drinken in de stad. Maar wij gaan dat wel beperken. We gaan wel goed afspreken met elkaar tot hoe laat duren die evenementen. En hoe vaak zijn die evenementen dan? Nou, dat is een totale afweging. Die hebben wij als college voorgelegd aan de raad. De raad gaat daar haar oordeel over vellen. Maar voordat ze dat doet, mogen al deze mensen natuurlijk de raad informatie meegeven die zij dat willen doen. En ja, als ik er zo naar kijk vanavond, was dat een goede avond waar die mensen allemaal het recht hebben gehad om dat te zeggen. Dat vond ik namelijk ook wel. Er waren inderdaad heel veel mensen die ook verschillende opinies hadden. Maar uiteindelijk was het wel, ze willen allemaal wel dat er gesproken wordt. Nee, dat klopt. En wat ik vandaag vooral gehoord heb, is dat die mensen nog steeds soms zeggen van nou, ik ben het met iets niet eens. Maar we hebben wel een goed proces gehad. Ik heb met bijna al deze mensen gesproken die ik vanavond heb gehoord. In een voortraject, sommigen zelfs 3, 4 of 5 keer. En tuurlijk worden we het niet over alles eens. Maar ik heb die mensen gesproken, ze zijn gehoord. En daar waar we konden, hebben we die nota afgewogen en zo vormgegeven dat ze ook op heel veel punten wel tevreden zijn.
denk dat het al heel wat is bij zo'n heel complexe situatie. Dank u wel. Breda Nu.